75 jaar geleden werd de eerste radio-uitzending uitgezonden. We kunnen ons leven nu, 75 jaar later, niet meer voorstellen zonder radio en televisie. Morgana wordt misschien de nieuwste televisiezender van Nederland. Dan hebben we er weer een omroep bij voor jongeren. Een wereld zonder televisie kunnen we ons niet meer voorstellen. Dagelijks kunnen we via de kabel meer dan 20 verschillende zenders ontvangen. Deze zenders zenden per dag samen meer dan 400 uur televisie uit. Aan het begin van deze eeuw was er nog geen televisie. Er was zelfs nog geen radio. Er werden wel films gemaakt. Ze werden in de bioscoop bekeken. In 1918 werd de eerste radio gebouwd. Er konden nu gesproken berichten en muziek worden ontvangen. De eerste radio-uitzending was op 6 november 1919. Stieringa Itzerda begon een radiostation. De eerste radio Soirée Musicale, uitgezonden door de zender PCGG. PCGG betekent prachtconcerten gratis gegeven. Hier hoor je een stukje van die eerste uitzending. Stieringa Itzerda had te weinig geld om de dure uitzendingen te verzorgen. In 1924 wordt de HDO, de Hilversumse draadloze omroep, opgericht. Er komt een radioluistergids met programmagegevens. De HDO verkoopt ook zendtijd aan bijvoorbeeld een kledingwinkel om reclameboodschappen uit te zenden. Zo kan de HDO blijven bestaan. De HDO wil graag programma's voor iedereen uitzenden. Maar de protestant-christelijke luisteraars willen hun eigen uitzendingen. De NCRV, de Nederlands Christelijke Radiovereniging, wordt opgericht. De NCRV koopt zendtijd bij de HDO om kerkdiensten uit te zenden. Ook de katholieken willen hun eigen uitzendingen. In 1925 wordt de KRO, de Katholieke Radioomroep, opgericht. In hetzelfde jaar wordt de VARA, de Vereniging Arbeiders Radio Amateurs, opgericht. De VARA-leden zijn blij met hun nieuwe omroep. In 1926 wordt ook nog de VPRO, de Vrijzinnig Protestantse Radioomroep, opgericht. De VPRO zendt alleen kerkdiensten uit en wil een kleine omroep blijven. De HDO wordt later veranderd in de AVRO. De AVRO wil voor iedereen programma's maken. Hier is de Algemene Vereniging Radio Omroep Hilversum Holland. Goedenavond, dames en heren. Wij beginnen vanavond met de eerste Engelse les voor beginners. Samen zenden de omroepen 40 tot 50 uur radio per week uit. Hier zie je filmpjes van kinderradioprogramma's. Hoorspelen? Je kunt wel zien dat de foto genomen is van een soort van een dam af. Schoolradio en muziekprogramma's? Vooral het radioprogramma De Bonte Dinsdagavondtrein was erg populair. Daar stond ik. Ach, en dan moest ik roepen, pluk mij, pluk mij. Mag ik even giechelen? Hier, Radio Oranje, de stem van strijdend Nederland. In de Tweede Wereldoorlog mogen de omroepen geen radio-uitzendingen meer maken van de Duitsers. Radio Oranje probeert vanuit Londen de Nederlanders de moed erin te laten houden. Maar de Duitsers verbieden het luisteren. Iedereen moet zijn radio inleveren. Veel mensen luisteren stiekem toch naar Radio Oranje met zelfgebouwde radio's. Na de oorlog gaan de omroepen weer opnieuw beginnen. De radio wordt heel snel weer populair. Hier is Hilversum de VARA. Maar in 1951 begint de televisie met uitzenden. De radio heeft er nu een grote concurrent bij gekregen. Vijf seconden. Attentie, Thaya. Kion Veet. Goedenavond, dames en heren. Hier is de Nederlandse Televisiestichting. De NTS, de Nederlandse Televisiestichting, maakt de programma's. Er is onder andere een journaal met een weerman. Alleen zijn arm komt in beeld. Enige regen of enkele bui. Want de schip 19 is nooit op Skopas aangekomen. Het is onmogelijk, dat moet. En er zijn kinderprogramma's. Professor Plano uit 1959. Hij moet zich vergissen dat hij geen contact krijgt of dat de ontvanger defect is. Komt het zien, komt het zien. Hier kunt u zien de geweldige olifant, de kolos van de wildernis, die zijn kunsten vertoont op de rollende ronde bal. En niet op de rollende vierkante bal. Ricky en Slingertje uit 1967. Dat kom ik ook.
Dan moet ik nog een hoop doen. Moet ik nog versieren. Mijn goede pakje. En... Ja? Ja. Nou, dat is goed hoor. Ik kom meteen. Hallo. Ik kom meteen. 1968, Zwiebertje. Feest. Boom. No. Heb je het gehoord? Het is feest. Piemel moet gauw weg, hè? Ja, ik kom. Oeh, stap de vlak zich. Pipo de Clown. Met helemaal zeer buiten... En Paulus de Boskabouter. Met helemaal zeer buitengemeen veel genoegen, zegt hij. Q en Q. Hallo, André, ben u daar? Over. Er wordt steeds meer naar de televisie gekeken en steeds minder naar de radio geluisterd. In 1964 komt er een tweede televisienet bij. De TROS, de Televisie Radio Omroepstichting, wordt opgericht. En in 1967 komt de EO, de Evangelische Omroep, erbij. De NTS wordt NOS, de Nederlandse Omroepstichting. De regering vindt het belangrijk dat er verschillende programma's komen. Daarom komt er een omroepwet. In de omroepwet staat dat de omroepen culturele, informatieve, leerzame en ontspannende programma's moeten maken. In 1967 komt de reclame met Loekie de Leeuw. De reclame levert geld op. De omroepen krijgen een deel van dit geld om programma's te maken. De omroepen gaan steeds meer programma's maken waar veel publiek naar kijkt. Want meer kijkers betekent meer reclame. En dat betekent meer geld. En meer geld betekent meer programma's. Nu hebben we dus al 400 uur televisie per dag om uit te kiezen. En er komt nog meer. In 1956 was er één zender die 12 uur televisie per week uitzond. Dan kon je aan het eind van de avond rustig naar bed gaan, zonder bang te zijn dat je iets zou missen. 5 jaar televisieprogramma's uitzending. We hopen, dames en heren, dat u met genoegen hebt gekeken en nemen nu afscheid van u. Goedenacht. Welterusten. Slaap lekker. Zondagochtend om 9:55 zendt de VPRO de allereerste radio-uitzending uit op Radio 1 in het programma Onvoltooid Verleden Tijd.